Kijk hoeveel hier zit. En dat maakt me zo gelukkig, want... Lieve mensen, de proefwerkaflevering die jullie nu gaan kijken is fantastisch. Er zit extreem lekkere chocolade in. Er zit ook chocolade in die minder lekker was. Interessant vega gehakt. Iets wat ik zeker vaker ga kopen voor bij mijn lunch. Kortom, meer dan genoeg. Ik ga jullie niet langer ophouden. Hier komt alles wat ik heb geproefd de laatste tijd. Veel plezier! Aloha, ik ben hier met het volgende. Het is 's middags. Het is al voorbij lunchtijd. Ik heb ook niet echt zin in een maaltijd, maar wel in een beetje iets hartigs en iets zoets. Ik heb gekeken in mijn grote proefwerkbak en ik kwam twee dingen tegen. Allereerst dit. Dit zijn gepofte wafels naturel van de Albert Heijn. En ik loop hier langs dit schap vol crackers en zo. En ik zie dit en ik denk, wat? Is dit? Want ik heb dit namelijk nog nooit gezien. Ik bedoel, ik ken rijstwafels, ik ken maiswafels. Maar dit is gewoon gepofte tarwe in een wafel. En het lijkt me eigenlijk wel heel erg lekker. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon proberen met iets lekkers erop. En omdat ik ook een soort van zoete craving heb, heb ik ook dit. Dit zijn de Trek Cacao Oat Proteïne Flapjacks. Wat vooral mijn aandacht trok, was de chocolade bovenkant. Dit is gewoon echt zo'n lekkere snack die je kan meenemen als je onderweg bent. En ik ben een groot voorstander van chocola in mueslirepen of haverrepen of wat dan ook. Dus ik hoop zo dat deze lekker zijn. Ik wilde ze gewoon heel graag proberen op beeld. Maar daar komen we zo bij. Ik ga eerst even zo'n wafel maken. Alright. Er is een mogelijkheid dat ik er iets meer dan één heb gemaakt. Ik heb gewoon zo'n trek. En ik dacht van ja, weet je, ook al vind ik ze niet lekker. Ik moet ze toch wel gaan opeten. Dus ik maak er gelijk drie. En gelijk heb jij me weer gevonden, hè? Maar degene die ik op beeld voor jullie ga proeven is deze. Een classic combinatie. Groene pesto met een plakje plantaardige kaas. En die is van Theolife, mocht je het je afvragen. Ik ben benieuwd, want als ik het zo aanraak en zo vast heb, dan voelt het allemaal een beetje taai. Nou zijn rijstwafels ook wel een beetje taai. Dus ik denk dat ik me daar een beetje op moet instellen. Maar ik zou het een hele leuke verrassing vinden als ze nou heel knapperig zijn. Maar denk het niet. Oké, daar gaat ie. Nou, ik vind het echt heel lekker. Zo. Zo lekker dat mijn stem ervan verdwijnt. Ik weet precies waar dit me aan doet denken. En het maakt me zo gelukkig. Want het doet me namelijk denken aan die krakotte crackers. Die hele lichte crackers die ook zo een beetje chewy worden als je erop koudt. Ik zal ze even in beeld zetten. Deze bedoel ik. Maar die eet ik niet meer, want er zit melk in, volgens mij. Ja, ik ben echt super enthousiast hierover. Ik hou namelijk van brood, maar dan moet het wel echt heel lekker brood zijn. Ik eet eigenlijk voornamelijk dingen zoals crackers. Ik snap gewoon niet dat ik dit nog nooit bij iemand anders thuis heb gezien. Maar misschien bestaat dit wel pas net of weten mensen helemaal niet dat het bestaat. Maar het bestaat dus. Ik ga deze straks eventjes opeten. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik natuurlijk nog eventjes de haverreep met jullie proeven. Dit werd een iets grotere maaltijd dan ik voor ogen had. Maar dat is wat mij betreft nooit een teleurstelling of een minpunt. Ik ken al wat andere repen van dit merk. Vooral hun banana bread flapjack vind ik lekker. Oh, zo. Dat is een dikke chocoladelaag. Oh, laat dit lekker zijn alsjeblieft. Ja, het ziet eruit als een haverreep. En er zit een flinke laag chocola bovenop. Daar gaat ie. Als ik dit proef, dan snap ik gewoon bijna niet waarom er niet nog meer goede veganistische snacks in de supermarkt liggen. En ik snap het, want er is nog niet genoeg vraag naar. Maar bijvoorbeeld chocola is in de vegan vorm altijd zo puur en zo bitter. En je hebt wel een paar merken zoals Vego, maar dat verkopen ze dan weer niet in de normale supermarkt. Maar dit is gewoon romig en lekker en lekker en lekker. Yes! Eigenlijk zowel deze als deze bad boys grote aanraders. En nu ga ik genieten van mijn maaltijd. Doei! Jongens, ik heb zoiets leuks en ik ben helemaal excited, want ik ga het nu proeven. Ik kwam er namelijk achter via Twitter. Ik zag bij iemand op Twitter dat zij haar eigen Tony Chocolonely reep had samengesteld. En toen dacht ik, wow, sick. En toen ging ik naar de website en toen zag ik dat ze echt een soort van tool hadden dus, waarmee je gewoon zelf die reep kan samenstellen en zelf de ingrediënten kan kiezen. En dat vond ik zo cool, want ik vind sowieso de chocolade van Tony Chocolonely heel erg lekker. Maar ik heb gewoon ook zo vaak dat ik een chocoladereep eet en dat ik gewoon denk van, oh, het had echt lekkerder geweest als er net aan nog dit in had gezeten. Of iets minder van dat. Of juist iets meer van dat. Ik heb een combinatie gemaakt. En het is ongetwijfeld een beetje vreemd. Maar ik dacht, dan is het wel heel erg leuk om te proeven. En ik kreeg hem zo binnen. Je kon ook zelf de kleuren van de wikkel kiezen. Dus dit heb ik zo gekozen. En ik kreeg hem in twee stukjes. Niet zoals een normale reep. Maar dat is eigenlijk wel heel handig. Want dan maak ik er gewoon eentje per keer open. Oh, dan kan je misschien ook cadeau geven. Dat is wel leuk. Het fijne is dat je gewoon van elke toevoeging op de website de ingrediënten kan zien. Dus aan het einde, als je reep hebt samengesteld, dan kan je zien wat er allemaal in zit. Dus ik heb natuurlijk gecheckt
Nou, in welke ingrediënten zit bijvoorbeeld melk of waar zit eieren in of boter. En ik heb wat dingen gevonden waar het allemaal niet in zat. Ik ben hier nu voor jullie met deze chocoladereep met pure chocola, pretzelstukjes, blauwe muisjes en toffee. En ik ben zo benieuwd of het überhaupt lekker is. Maar ik denk van wel, want ik hou best wel. Het is dus anijs en een beetje zoutig en dus zoet bij elkaar. Ik zie het wel voor me. Wow! Wow! Kijk hoeveel hier zit. Oh my god! Nou, het ziet er voor de rest natuurlijk gewoon uit als een normale Tony reep. Lekker? Ik heb nog niet geproefd. Oh. Wil je meeproeven? Shit. Laten we hiermee erop slaan zo. Ik vind dit, zeg maar, ik vind het wel heel leuk verzonnen van Tony Chocoloni van... Ik vind het wel heel leuk verzonnen van Tony Chocoloni. Die ongelijke stukjes met de metafoor erachter. Het is wel echt heel onhandig om te breken. Ik heb er echt zin in. Toen dacht ik te denken van oké, wat als je een vulling erop doet? Maar dan is het een topping. Dat is de topping. Is dit pure chocolate? Ja, het is pure chocola met pretzel, toffee en blauwe muisjes. Wow. Nou. Oh shit, sorry. Ching. Allemaal smaken door elkaar. Precies zoals ik het lekker vind. Die muisjes zijn echt een succes. Ja, want die knisperen ook zo helemaal in je mond. Ja, ik vind dit echt top hoor, ik weet niet. Heel vaak doen ze in pure chocola allemaal dingen die ik niet lekker vind, zoals noten. Kijk, ik ben alleen de pretzel vriend. Ik proef helemaal geen pretzel. Nou, ik vind het heel lekker. Ik vind het ook lekker. Maar ja, ik kan toch niet elke keer 6 euro voor mijn chocoladereep gaan betalen? Nee. Jongens, als jullie dit kijken, breng anders gewoon een chocoladereep of vul deze uit. Het is maar een tipje. Ik denk dat veel mensen hem zullen kopen. Ik denk dat alle vegetariërs hem zullen kopen. En Ramsey. Kom maar! Dit was een groot succes, boekje. De chocoladereep is lekker. Ik weet niet of ik het me verbeeld, omdat ik hem zelf heb samengesteld. Maar dit is echt één van de lekkerste chocoladerepen die ik de laatste tijd op heb. De laatste jaren, denk ik wel. Aan de ene kant wil ik er heel zuinig mee doen. En aan de andere kant wil ik gewoon echt nu alles opeten. En ze zijn ook niet zuinig geweest met de vulling. Dat kan ik ook echt waarderen. Ik had echt zo'n rampscenario voor me dat ik dan zo mijn eigen reep samenstel. En dat ik dan zo die reep thuis krijg en dat er zo 3 stukjes in zitten. Maar als je ook hier zo kijkt... Gewoon goed vol. Je kan natuurlijk niet naar de winkel om deze te gaan kopen. Je kan wel gewoon precies deze online bestellen via de site. Het is wel best wel duur. Maar ik dacht van het is wel heel leuk om te laten zien. Want dit is echt zo'n tool die ik heel erg kan waarderen. Dat je gewoon iets kan personaliseren. En dan niet alleen maar de verpakking, maar ook daadwerkelijk de smaak. Er is ook zo'n muesli site die dat doet. My Muesli. Daar kan je bijvoorbeeld ook je eigen muesli mix samenstellen. Ik ben echt grote fan van dat soort dingen. Dus dat wilde ik heel graag met jullie delen. En ik ben er heel enthousiast over. Dus bij deze. Real nice. 10 out of 10. Hi, ik kom net thuis van een lange dag weg. Vandaar de Healthy Glow. Wat eigenlijk gewoon een hele vette huid is. Maar dat wisten jullie niet voordat ik het aan jullie vertelde. Ik was net bij de supermarkt en toen zag ik dit liggen. Ik heb het al vaker zien liggen, maar ik had het nog nooit meegenomen. Misschien omdat ik me afvroeg of het wel echt zoveel anders was dan het normale vegetarische gehakt. Maar ik maak nu proefwerkafleveringen, dus nu heb ik een excuus om het te proberen. Dit is plantaardig gehakt van het merk Naturally. Geproduceerd in Denemarken. Het ziet er zo eng realistisch uit. Zoals je kan zien, zijn het echt zo van die draadjes. Van die soort van wormpjes, zoals dat bij echt gehakt is. Ik vind het spannend, ik ben benieuwd. En ik had in gedachten vanavond om gevulde puntpaprika's uit de oven te maken. Met daarin een beetje bulgur en dus ook een beetje gehakt. Dat ga ik maken met dit gehakt, maar ik ga het ook eventjes los klaarmaken. Zodat ik ook even de smaak kan proeven als het gewoon zo gebakken is zoals het zo hier in de verpakking is. Onaangetast door kruiden of ui of knoflook of andere dingen. Ik ben heel benieuwd. Oké, ik ga nu het gehakt in de pan doen. Het ruikt best wel subtiel en best wel eigenlijk naar vegetarisch gehakt zoals ik het ken. Ik ga gewoon alles in één keer doen. Oh, er zit nog zo'n papiertje op. Oké, en nu ga ik het rol bakken, denk ik. Dit is zo raar. Oké, terwijl er nog van alles op het vuur staat, ga ik het gehakt proeven. Nu het nog warm is, want ik denk dat dat wel de beste representatie is. Het ziet er redelijk uit als normaal gehakt, behalve dat het wat roder is. Het wordt niet helemaal zo bruin zoals normaal gehakt. Ik heb het dus niet gekruid. Nou moet ik zeggen dat ik vega gehakt bijna nooit kruid, maar ik weet dat je normaal gehakt wel moet kruiden. Ik wil gewoon eerst even weten hoe het... had er toevallig iemand een kippen besteld? Daar gaat hij. Wow. Nou, het smaakt in ieder geval echt wel anders dan normaal vega gehakt. Of normaal, ik bedoel het gehakt wat al langer op de markt is, wat ik al heel vaak heb geproefd uit de supermarkt. Ik vind het wel lekker. Het kan wel iets van kruiden gebruiken. Maar het is best wel sappig. Ik zou hier echt prima een hele...
Bubble probeerde zojuist via mijn schouder naar het raamkozijn te springen. Ging niet helemaal goed. En nu ligt er allemaal gehakt op de grond. In ieder geval is de eerste indruk van het gehakt goed. Ik ga nu verder met het eten. En dan zien jullie straks het eindresultaat. Alright, daar zijn ze. Uit de oven. Ik ben super benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga gewoon een hap nemen waar alles in zit. Zijn we nu met z'n allen keihard geflasht? Ik deed het op ooghoogte. Oh ja, dat telt het niet. Dat is illuminatie. Of een duikbril. Ja, dat is lekker. Ja, ik heb weer te weinig kruidenmix gedaan, denk ik. Wacht, ik ga die kruidenmix even erbij pakken. Misschien komt het door de kruidenmix. Het is lekker, maar deze is wel aanzienlijk duurder dan het normale vega gehakt. Dus ik weet niet of ik het opnieuw zou kopen. Als ik nou ooit bedenk van, hey, ik wil graag eigen hamburgers maken, dan zou ik het wel kunnen kopen. Maar gewoon zo door zo'n gerecht heen. Ik vind het echt wel lekkerder dan het normale vega gehakt. Of ik daar nou echt die paar extra euro aan uit ga geven. Dan kan je ook net zo goed Asterix en Obelix kauwgom kopen van die paar euro. Ja. Ik ben benieuwd of je het gewoon anders of lekkerder vindt smaken dan het vega gehakt dat we normaal hebben. En of je het een beetje vindt smaken zoals gewoon normaal echt gehakt. Interesting. Hij smaakt wel anders dan die andere gehakt. Maar smaakt het naar gehakt? Ik denk als je het zou kruiden als gehakt, dan had het best wel zijn smaak naar gehakt. Die textuur is best legit, ja. Die anderen zijn wat droger. Ja, oké, dat was het. Nou, nu gaan we dit opeten. Het is laat in de avond. Ik heb een enorme chocolade craving. En gelukkig heb ik daar wat voor. Want ik kwam iets tegen bij de Lidl. Namelijk deze. Ja, het lijkt eigenlijk een soort van Magnums. Maar op basis van kokosmelk met pure chocola en amandelen. Zo benieuwd. Zoals jullie weten, geen grote kokosfan. Maar ik leer het zeg maar meer waarderen naarmate ik ouder word. Ik zou niet zeggen dat ik voor mijn plezier een bounty zou gaan eten. Het zit hem ook heel erg in de textuur. Dus kokosmelk is geen eens zo erg. Meer de textuur van kokos, zo dat dunne, flinterige. Oké. Okay. Ik ben benieuwd, want Magnum heeft nou ook een veganistische versie. Met amandel ook. Die zijn super lekker. Echt onwijs lekker. Maar dit is dus helemaal op basis van kokosmelk. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het proeven. In deze hap zat alleen nog maar chocola. Wow, heel fris. Je proeft zeker wel kokos. Als je ervan walgt, zou ik hem niet eten. Maar ik vind het heel sterk. Ik vind het eigenlijk heel lekker. Het voelt een beetje als een mix tussen roomijs en waterijs. Het is niet heel romig. Maar daardoor dus wel super fris. Echt. Heel lekker. Ik ben hier super enthousiast over. Oh, dat maakt me echt blij. Ja, ze zijn dus gewoon van de Lidl. Hoe is een blije vogel? Ze heeft haar vleugels gespreid en ze vliegt nu in het rond. Zeker de moeite waard om te proberen. Dat was hem. Kijk hoe schattig. Ramsey en Bubble hebben een cadeautje gekregen van Made.com. En kijk dan hoe schattig je bent. Hallo. Oké dan. Ik dacht dat ik alle Delicata speciale chocolaatjes van de Albert Heijn al wel eens had geproefd. Het zijn deze repen. Je hebt smaken zoals wasabi. Je hebt met viooltjes. Allemaal best wel vreemde chocoladesmaken die je niet zo vaak tegenkomt. Maar toen was ik in de winkel en toen zag ik er eentje liggen waarvan ik denk dat ik hem nog nooit heb geproefd. Dit is namelijk puur lavendel. Karamel. Dus ik dacht, dat is wel eventjes het proberen waard. Want het klinkt als een hele speciale combinatie. Vooral door de karamel ben ik geïnteresseerd. En natuurlijk de lavendel. Maar eigenlijk vooral de karamel, want dat zie je niet zo heel vaak in producten zonder melk. De andere smaken van deze collectie vind ik lekker, maar wel vaak heftig. Zo heftig dat ik ze niet opnieuw koop. Aha, ik zie de stukjes karamel al zitten. Als ik eraan ruik, ruik ik wel heel sterk lavendel. Daar gaat hij. Die lavendel smaak is zo sterk. Nu ik er zo twee hapjes van heb gegeten, vind ik het iets minder heftig. Maar die lavendel smaak, ook al zit er maar 0,5% in, het is zo sterk. En het is gewoon niet een smaak die ik in mijn chocola wil hebben. Ik dacht, ja, lavendel. Maar dat gaan ze vast niet echt naar lavendel laten smaken. Maar wel dus. Zoveel dat ik eigenlijk niet echt karamel heb geproefd. Wel jammer, want ik had echt hoge verwachtingen. Ik vind bijvoorbeeld lavendelsiroop, gewoon als drankje, vind ik wel super lekker. Maar dit,
Dit gaat hem niet worden voor mij. Ik krijg trouwens wel eens de vraag wat ik met mijn producten doe als ik ze niet lekker vind. Ik laat bijna altijd merk nog proeven. Sowieso altijd als er mensen bij ons thuis komen en ik heb gekke dingen liggen, dan zeg ik even van proef dit, proef dat. Dus uiteindelijk gaat het bijna altijd wel op. Kijk, dit zijn speciale smaken. Heel anders dan wat je ooit gaat proeven. Maar of het lekker is, is een tweede. Zeg maar dag! Dat was hem. Dat was de aflevering voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat me zeker weten als jij iets hebt gezien in de supermarkt waarvan je denkt dat moet Teske echt proeven. Hoeft ook niet per se in de supermarkt te zijn. Kan ook in een andere winkel. Maar dan kan je het hieronder achterlaten. En voor nu, dankjewel en tot de volgende keer. Bye!